NSC zegt, de klimaatdoelen van Parijs zijn belangrijk en willen ook stabiel beleid. Tegelijkertijd is uw partij ook voor het afschaffen van het klimaatfonds. Nou, ik kan me voorstellen dat daar redenen voor zijn, maar iets is ook, zoiets als stabiliteit in beleid is voor bedrijven heel erg belangrijk. Heel veel bedrijven staan nu klaar om te investeren. En wil eigenlijk gewoon graag door. En dit is wat er geschetst is. Dit is het pad. Het is ook door de Eerste Kamer nu. Bent u bereid om dat klimaatfonds gewoon overeind te houden? Ook gewoon juist om stabiel beleid voor Nederland te behouden. Omdat als we iets gaan veranderen, is dat weer onzekerheid. En is dat weer onzekerheid voor heel veel bedrijven die graag willen investeren. Mevrouw Posma. Voorzitter, ik ben het mee eens dat stabiel beleid absoluut nodig is. Zeker voor ondernemers, zeker voor het MKB, zeker voor de industrie. Daarom begon ik ook met laten we helder zijn waar we staan als nieuw sociaal contract. Dat wij het klimaatbeleid steunen. Dat wij de afspraak van Parijs willen halen. Bij ons zit die met name in het klimaatfonds over het feit dat wij hem als Kamer niet goed kunnen controleren. Wij willen graag gewoon meer grip hebben op wat er uitgaat, hoe het besteed wordt. En ook de verantwoording daarvan. En dat heeft te maken met het verleden waarin we toch veel subsidies hebben gezien naar bijvoorbeeld grote SUV's en elektrische auto's. Waarvan we denken van dat hadden we als je hem omrekent naar CO2-emissies op een andere manier veel beter kunnen besteden. Dus daar gaat het ons met name om. Ja, voorzitter, vijfde vraag. Ja, die subsidies worden gelukkig al heel lang niet meer gegeven. Het wordt wel elke keer steeds naar dat voorbeeld teruggegrepen. Maar dat is al een heel aantal jaar gelukkig niet meer zo. Daarnaast, het klimaatfonds wordt hier gewoon ook in de Kamer elke keer besproken. Heel vaak zelfs. Dus als het u gaat om controle, dan kan ik u geruststellen. Dat doen we gewoon hier in de Kamer en hebben we ook gedaan. Mijn vraag gaat over een ander punt en dat is normeren en beprijzen. Want u begint over betaalbaarheid van de energierekening. Ik denk dat heel veel partijen in deze Kamer dat heel belangrijk vinden. Normeren en beprijzen betekent ook dat je eigenlijk vervuilingen in de prijs stopt. Of dat je projecten, de kosten daarvan ook in beprijzing stopt. Meer normeren en beprijzen en minder uit een klimaatfonds betekent gewoon dat de prijzen omhoog gaan. Dat betekent dat het voor burgers en bedrijven gewoon duurder wordt. Dus als u zo'n pleidooi voert voor betaalbaarheid, juist bij huishoudens met een laag inkomen, moet u dan niet juist het klimaatfonds overeind willen houden? Mevrouw Posma. Voorzitter, ik ben heel blij dat de heer Bontebal dit punt opbrengt. Want het gaat inderdaad over die betaalbaarheid. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. Want wij zien dat die prijs omhoog gaat. Normeren en beprijzen is een middel, is een goed middel. Hè? Dat zien we ook bij ETS bijvoorbeeld en het CO2-plafond. Waar we voor willen waken is dat een hele grote groep Nederlanders niet mee kan komen. En echt letterlijk in de kou zit in de winter omdat ze hun huizen niet geïsoleerd kunnen krijgen. Of geen energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Vandaar ook dat een groot deel van mijn inbreng eigenlijk daarop gericht was. En ik zei ook tegen de minister, we zien dat er veel subsidie zal zijn, hè? Om te kijken van hoe we die groep kunnen helpen. Maar we zien ook dat er in de praktijk veel drempels zijn voor mensen om aan die subsidies te komen. En dat zijn de dingen waar we ons voor willen inzetten. Dank u wel. Dan u tot de slotvraag van vandaag voor deze termijn. Ja, jammer. Nou, in het beleid voor de gebouwde omgeving wordt er heel veel genormeerd. Namelijk de energielabelsystematiek. Dus dat levert volgens mij alleen al aan investeringen, meer dan 30 miljard aan investeringen in de gebouwde omgeving op, die allemaal via normering eigenlijk betaald worden. Betaalbaarheid van de energierekening vindt iedereen hier heel belangrijk. Daar hebben we heel veel debatten over gehad. Van links tot rechts vindt dat belangrijk. Als je dat belangrijk vindt, dan moet je ook iets als een klimaatfonds juist overeind willen houden. Want anders gaat het toch allemaal via de energierekening lopen. Dus ik hoop dat NSC, we kunnen het hebben over het instrumentfonds, maar het gaat ook over de hoogte van het bedrag. En dat toch gewoon overeind willen houden. Dat is denk ik wel de manier waarop we mensen met een lage inkomen kunnen ontzien de komende jaren. En toch de grote investeringen kunnen doen om te bouwen aan een nieuwe en een schone economie. Dank u wel. Mevrouw Posma, wilt u daar nog op reageren? Ik zie geen nieuwe vraag, maar dat kan aan mij liggen.